binnen no time waren de kamers ingericht. Dat was echt binnen een zaterdag gebeurd. Ik ben erbij geweest. Het is onvoorstelbaar. Ja, als je zag het loskwamen. Het was geweldig. Hoe snel de mensen hun spullen kwamen brengen, ook volgens mij. Ja. Echt, dat was die zaterdag. Ja. Waren alle kamers ingericht. En het zag er allemaal even netjes uit. Ja. We hebben daar nog met volle verbazing staan te kijken. En sindsdien zijn die mensen voorzichtig geland hier en warm ontvangen. Ja. En de praktische zaken zijn opgepakt door het LEF-team en de vrijwilligers en door Chris met zijn team. En door Chris. En dat is uitstekend verlopen. Ja. We hebben echt elke dag erover contact gehad. En we zien nu dat het is aardig vol ontraken nu. Hè? Ja. Zo is dat. En het is hartverwarmend te constateren dat die gastvrijheid door de zusters hier is geëxponeerd. Maar het is ook hartverwarmend te zien dat die gemeenschap zo meteen open stond om die mensen te ontvangen. Niet alleen hier, want we hebben nu 29 officiële inschrijvingen, maar we hebben ook ruim 30 mensen ingeschreven die wij al in onze administratie hebben opgenomen, die door particulieren hier zijn opgenomen. Ja, oké, dus 29 hier en dan 30 nog zeg maar in Labitsch zelf. Plus wat er dan nog aankomt, dat moeten we dan nog zien. Ja, dus dat is echt heel erg snel gegaan. En ik moet ook zeggen dat wij organisatorisch dat proberen te organiseren. Daar hebben we dan een team voor, met mensen die dat doen. En dat kost ons allemaal veel kruim, maar dat is geen verloren energie, want we helpen mensen graag. Ja. Dat blijven we doen. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal, tot op dit moment. Hè. En het gaat lekker hier. En van alle kleine... Ja. Je ziet nu de vorderingen. Kinderen gaan naar school en ze moeten passen. Van alles moet georganiseerd worden en dat wordt redelijk goed opgepikt. Ja. Als het gaat om allerlei kosten die vergoed moeten worden, hebben wij gezegd, dat gaan we allemaal, daar staan we voor in. Hè. Kleine dingen, eten, drinken, gas, water, lekt daar maar ook voor. Een toegangsduur die gerepareerd moet worden. Ja, dat is alles georganiseerd. Ja, dat is allemaal al georganiseerd. Die organisatie is perfect. Fijn. Also, ik moet zeggen, hartelijk bedankt, Chris. Also, die heeft zich echt goed ingezet. Echt waar. Ja. Hoe is het voor jullie om die mensen te ontvangen hier? Tot nu toe is het echt nog leuk, moet man zeggen. Also, ik snap. Dat is, ik weet, het komen andere tijden. Ja, dat kan ook zo zijn. Man wordt moe, ne? Dat is klaar, maar tot nu toe. Maar gewoon echt de eerste opvang, zeg maar. En dat is zo mooi geweest, deze samenwerking, moet ik zeggen. Dat was echt fantastisch. En ja, dan kunt u ook, denk ik, wel veel aan, ne? Als dat alles zo goed loopt. En ook al die voorstellen die wij dan gemaakt hebben, ook dat wij de vluchtelingen hier van de poort wegkrijgen. Dat ze een eigen ingang krijgen. En ja, alles dat is geaccepteerd worden en het loopt en we krijgen Je stelt wel je huis open voor andere mensen om binnen te komen. Natuurlijk, dat is ja ons, dat is ja alles ons. Ik kan zeggen, voor jullie was dat vanzelfsprekend eigenlijk dan? Dat was zelfsprekend. Ja. Bevoor gewoon, ja, over geld. In dat moment hebben we niet aan geld gedacht. Mm-hmm. Er was gewoon die aanvraag, kunnen jullie vluchtelingen opnemen? Ja. Klaar, die kunnen komen. En dat andere komt vanzelf wel. Ja. Nou, wij staan wel garant, hè? Dat hebben we vanaf dag 1 gedaan voor kleine en grote vragen. Dat begon in het begin met eten. Dat is gas, water, lekker, maar ook een eigen muur. Daar hebben we meteen gezegd, alles doen. Want wij staan garant voor dat gewoon financieel is afgedekt, terwijl we de zussen niet mee belasten. Nee, snap. En dan verloopt het contact tussen u en de vluchtelingen? Prima, bestens. Also ik kan het mij niet beter voorstellen, echt niet. Nee, ja, fijn. Ik heb zaterdag een verjaardag gehad. Also ik ben nog nooit zo gevierd worden dan door deze vluchtelingen. Het is geweldig. Ja. Ik zag een grote taart gebakken. Ne? Daar is één meisje bij die heel graag gebakt. Die heeft de hele nacht van 12 tot morgen 6 uur zo'n taart gebakken. Ne? Nee, is geweldig. Super. En ze willen helpen, ze zijn dankbaar. Ja, ik wou zeggen, die dankbaarheid van hun uit ook weer. Ja. Ik denk ook wel dat wij het geluk hebben, dit is een bestaande groep. En dat is veel gemakkelijker als u dan nu... Losse groep, ja, losse... Ja. En voor het moment heb ik echt ben ik zo'n beetje bang geweest, als nu anderen van buiten binnenkomen, ne, also van andere richtingen dan, maar ook die zijn zo goed opgenomen worden. Die hebben binnen hun groep, hebben ze een organisatie, beter dan in ons Kloster.
Zo, dat is... Nou, dus u leert ook nog iets van. Kunnen zusters het mee doen dan? Ja, ik kan nog iets van leren. Zo, dat is mooi. Mooi dat u dat zegt. Ja, maar dat is echt... Ik begrijp wat u bedoelt. Omdat zij... Ja, die kennen zich. En dat is een voordeel gewoon. Ze kennen elkaar. Ik doe kennen elkaar. Ja. Hoe kom je? Welkom. Ja. Welkom. Ja. Also, welkom. Ze krijgen iedere dag Engelsles. Engelsles? Dat is een beetje. Want Oekraïne is heel moeilijk natuurlijk. Ja. Nederland komt nog. Nederland komt. We beginnen in een moment met Engels. Ja. Сейчас я позову, чтобы Катюша переводила. Translate, oké? Translate. Проходите, мы там вас ждем. Wij moeten meekomen, ze gaat iets verhaal volgen. Mijn Oekraïne is niet meer zo goed. Maar... Oh, kijk eens aan. Ja. Goedemiddag allemaal. Hallo. Wat een leuning hier. Zuster. Hallo. Nice meeting you all. How is life in Ireland here? Someone speaking English? You're speaking English. Yeah, yeah. How's life in Ireland? Great life. Thank you, sisters, for their care, their attention to us. Because you know, now we are without our houses, so this place is like house for us. It is a safety place for you. Yes, really. Yeah. So we are so lucky that we are here. Yeah, you are. And we are lucky with you all, I think. Yeah. Thank you very much for this pleasure for us. Yeah. We had a long time and we organized this with our community and people. All people want to help you. Yes, we know. So we are really very thankful for everything you've done for us. Which area of Ukraine you're from? It's Kyiv. Kyiv. Exactly, it's Kyiv and Kyiv region. Yeah. And Zhytomyr region, Cherkasy, and Dnipro. And Lviv. So it's different in parts of Ukraine. I know, yeah. Now we are in a safe place here. You are very safe here. Yeah. Yes. Yeah, okay.